Hello everyone, welcome back new afternoon, welcome back, oh fuck, oh shit, welcome back new top 10. In deze top 10 gaan we de top 10 populairste sporten ter wereld behandelen. En ik praat zo snel, waarom praat ik zo snel? I don't know. Oké, rustig blijven, rustig. Oké, op nummer 10 hebben we American Football. En daar zijn zo'n ongeveer zo'n 400 miljoen fans. Waarom niet? Oké, bon. Nummer 9, basketball. 400 miljoen fans ook, staat eigenlijk zo gelijk deze twee. Ja, lol. Nummer 8, golf. Ja, nou, jou had ik hier nooit verwacht. 460 miljoen fans zijn nogal redelijk veel fans. Nummer 7, honkbal met maar liefst 500 miljoen fans. Yay. Nummer 6, tafeltennis met 850 miljoen fans. Oké, dat is wel een groot verschil. Het hier 500 fucking miljoen en hier 850. Dat is 350 miljoen verschil. Nice. Oh, volleybal. Oeh, jou had ik er helemaal niet in verwacht. 900 miljoen fans. I don't. Oké. Okay. Nice. 4. Tennis. 1 miljard fans. Ja, weet je, tennis is logisch. 3. Hockey, wow, oké, okay, wow. Hockey had ik hier zeker niet verwacht. What the fuck? Hockey? En dat is dan ook gewoon een miljard meer dan tennis. Dude. What the fuck, cricket? Are you, yo, 2,5 miljard fans. Nee. Dat is bijna onmogelijk. Oké, okay, maar natuurlijk weet iedereen wat nummer 1 is. Dat is voetbal met 3,5 miljoen fans. Miljard fans. Ja, ja. Ik denk wel dat iedereen dat wist dat ja, op nummer 1 sowieso voetbal ging staan. Ja. Ja. Dat was het dan eigenlijk. Ja. Het ging wel een beetje sneller om, ja, er valt niet veel uit. Het is maar een sport, iedereen kent cricket en. En ja, iedereen kent pingpong, golf en American football. Iedereen kent het, dus er valt niet veel uit te leggen. In ieder geval, ik bedank jullie toch om te kijken naar deze video. Als je dit leuk vindt, dan blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie later. Doei!